Ik ben inmiddels overgestoken, noordwest buitensingel. Nou, dit is allemaal nieuw. Ja, het voorste is al oud nieuw. Ik ben benieuwd. Het waait hier aardig. Dat zie je ook aan de bloemen. Maar het is veel ruimer opgezet. Ja, ja. Nou ja, kijken jullie zelf maar. Brouwerij, lunchborrel diner. Ik heb even een rondje plantsoen gelopen, maar ik zag daar een plekje waar ik vandaan kom aan het water. En dat wil ik nu jullie nog even laten zien. Dit plekje bedoel ik. Kijk nou toch. De overkant heb ik al eens gefilmd. Daar is dan een filmpje van. Nou, je kan hier zo in het water vallen. Dus ik moet even uitkijken. Deze meneer kwam even kijken wat ik aan het doen was. So, and he's speaking English. So, yeah. What was here before? So, before this, it was originally a photographer's place. Came in its place. Okay. So the new that tower's new behind as well. Yeah. They added 2 floors extra onto this. Okay. Converted it into our brewery, restaurant, so. Bakery. And you were open from? Thursday to Sunday, 12 to 11. Donderdag, zondag, and van 12 tot 11. Okay. Gesloten. Yeah. Dinsdag, woensdag. Is 4 tot 11. Oké. Okay. We hebben meer dan 20 verschillende bieren. Soorten bieren. Oké. Duits,
Nederlands, Engels, Amerikaans. Hertog Jan, or not? Nee. No, oh, it's offense. Now, I have a friend from Brabant, and he drinks Hertog Jan, but when he comes into town, I will take him here. I will bring him here. We are. We will enjoy your... It's an Ekte Oud beer, and it's welke? Heel lekker. Which one? Haagse Praal. Haagse Praal, oh daar, de Praal. Ja, yeah. So okay. Haagse Praal is onze huisbier. Ja, ja, ja. So, alles okay. Meer zijn... Can I look inside or not? Ja, zeker. You're close now, het wordt een hele reportage zeg. We heeft Van Dijk gebruikt, so... Oké. Okay. Gebruikt de Zuidwesten. Oké, okay, hallo, oh, je hebt echt de brouwerij zeg. Ja. Yeah. You're brewing. Alex, my assistant. Oh. You've been on YouTube. I'm Patricia. I have my YouTube channel, so I will make some publicity. And please tag the Brouwer as well. Yeah, yeah, I will tag. You know New Cake Down? Yeah. So we have, there is a new Brouwer I tap, genoemd Brewdog. It's a Scots Brouwer I. At Cake Down? Yeah. Oh. It's in a new development. I will. Niet zo goed als onze beer. Nee, 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 nee. Mag ik ook daarheen nog? Of niet? Ik ben hier nog nooit geweest, maar ik zit altijd in lijn 3 en dan kom ik langs die nieuwe wijk hier. En toen dacht ik, ik ga vandaag even filmen. Oh, wat leuk zeg. Zo ontdek je nog eens wat, hè? Kijk nou toch. And are you watching the football or not? Not at all. Nee. Okay. Not allowed to. No, oh no, you have to get a permission. Oh, so now. All the days are taps. We have. Oh, you have that. Ik ga even naar het terras. What's that over there? So that's these are all CCTs, fermentatie. Oh, for the fermentatie. Containers. We have planned that tank 7. Yeah. Gevuld met Zuidwesten. Tank 7 is gevuld. Oh, Herpils van Schreveningen Brouwerij. Ja. Dit is ook onze brouwerij. So oké. Okay. We heeft een nieuw bier van dag gemaakt. Kijk nou toch. Ja, yeah, it's a beautiful place indeed. It's far enough away from look. Den Haag. For it to be nice and rustic. We have the cormorants over there, pretty much all summer. Kijk nou toch, daar is de lijn 11, die rijdt daar. Oh, en dat. Once I was filming and my iPhone fell into the water. And it disappeared, so I... Ja. Oké. Okay. Nou jongens, kom allemaal een keer naar het brouwhuis. Daar in de verte is dus die brouwerij, dat brouwhuis. En hij zei dat je er niet uitkomt, maar je kan er hier wel uit. En dan kom je uit bij lijn 11. Dus het is tussen lijn 3 en lijn 11. Tussen tram 3 en tram 11. Jongens, wat is dit toch leuk. Oh, ik zal niet die mevrouw filmen. Hier het traject van lijn 11. En links van me gaat lijn 2. Nou, er staat volgens mij nog een trappetje. Hier weer waar ik vandaan kom. Het spoor van lijn 11. Het is ook allemaal nieuw. Hier stonden vroeger hele kleine krakkemikkige huisjes. Nou, ik kan daar naartoe. Maar hier is ook een wandelpaadje, zie ik net. Een hondenuitlaatsplaats. Een... Oh. Dat vind ik eigenlijk leuker. Die jonge man gaat mij voorbij. Ja, kom je van school? Ja. Het is bijna vakantie, hè? Ja. Je komt nou op mijn YouTube-filmpje, hè? Sorry? Je komt nou op mijn YouTube-filmpje. Ja, geef niet. Geef niet. Oké, dan loop ik achter jou aan. Oeh. Oh, ik moet wel even uitkijken, anders verlies ik mijn telefoon. Woont u hier vlakbij? Ja. Oké. Nou, ik zeg net, ik ontdek wat nieuws. Dit geitenpaadje. Het verversingskanaal, dat gaat helemaal naar Scheveningen. En die begint dus eigenlijk hier, hè?
begint hier. Dan moet ik toch eens googlen wat het echte begin is van het verversingskanaal. Want het kan niet zomaar uit de muur komen, hè, dat water. Nou. Is dit leuk of is dit leuk? De gasfabriek. Ik ga hier afscheid van jullie nemen, want mijn vorige filmpje eindigde ongeveer hier. En vanaf hier heb ik ook al een wandeling gefilmd. Ik loop richting Conradkade, althans ik loop al op de Conradkade, maar ik loop richting halte Conradkade van lijn 3. Daar stap ik op het OV. Bedankt voor het kijken en tot mijn volgende wandeling.